We hebben natuurlijk al een aantal elektrische auto's. Maar wat zijn de plannen van Volkswagen voor de toekomst? Volkswagen heeft op dit moment een volledig elektrische e-Up en e-Golf. Tegen 2022 wil de Volkswagen Groep, waar onder andere Audi en Skoda ook deel van uitmaken, maar liefst 27 nieuwe elektrische modellen produceren. De komende 5 jaar investeren we tientallen miljarden euro's in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's, om zo in 2030 alleen nog emissievrije elektrische auto's te kunnen produceren. In 2020 komt de ID. Neo uit, met een actieradius van 400 tot 600 kilometer. In 2022 volgt de ID. Buzz, een elektrische opvolger van de iconische T1 met een actieradius van 600 kilometer. In 2025 volgt de ID. Cross, een crossover met een actieradius van 500 kilometer. En de ID. Vision, een sedan met een actieradius van 665 kilometer. Dankzij de extra platte accu's in de vloer hebben alle modellen een enorme bagage- en beenruimte. Zo is de ID. Neo van buiten niet groter dan een Golf, maar van binnen net zo ruim als een Passat. En het zwaartepunt van de auto ligt laag, wat voor nog betere rij-eigenschappen zorgt. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe elektrische Volkswagens? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op volkswagen.nl/elektrisch-rijden.